zijn eraan begonnen. Met de strompen! Mike, bedankt. Jij bedankt, hè? Topdag. Tot de volgende keer. We zien elkaar snel. Oké. Okay. Doei, Brian. Doei. Doei. Als ik bijvoorbeeld hoor dat er een valpartij is, dan ren ik altijd naar de keuken. En dan probeer ik toch wel een beetje de geluiden op te vangen van om welke renners het gaat. Want meestal worden eerst ploegen genoemd, of ze moeten heel duidelijk gelijk een renner in het vizier hebben. En dan, heel vervelend uiteraard voor degene die gevallen zijn. Maar ik ben altijd blij als ik dan niet zijn naam of team hoor. En het blijft een dingetje. Als je naar de Tour kijkt die nu gaat komen, wat verwacht jij? Kunnen we als een hele mooie Tour krijgen, nou toch? Ja, alle wedstrijden tot nu zijn ook mooi geweest. Hè? Een beetje de renners, er is ook wel een hoop dingen die berekenbaar zijn. Die zijn er niet. Dus het is zo anders als anders. Dus. Ik kom net aan bij de SS Rotterdam, waar er vandaag een Zwift-event is. Ze verwachten van mij ook dat ik virtueel mee ga fietsen. Maar nog veel belangrijker is dat ik Jean-Paul van Poppel, Laurens de Dam en Maarten de Bakker ga ontmoeten. En ik wil natuurlijk weten wat zij met de Tour de France op hebben. Maar ik ben een beetje laat, dus ik ga opschieten. Hey Jean-Paul, jij hebt natuurlijk fantastische ervaringen vanuit de Tour. Zoveel Tour-etappes gewonnen, het zijn er 9. Gele trui, noem eens op. Als je terugkijkt, wat is nou het mooiste als je eraan terugdenkt, wat je daar gedaan hebt? Voor mij persoonlijk de puntentrui in 87. En wat maakt dat zo bijzonder dan? Ja, dat is eigenlijk het klassement van de punten waar ooit de Tour mee begonnen is. Dus is niet op tijd gereden de eerste jaren, maar op punten. En dat is dus een overblijfsel daarvan. Okay. En dat is één Nederlander voor mij gelukkig, Jan Jansen. Ik ben de tweede en we zijn nu hoeveel jaar verder en er is nog geen opvolging. Terwijl we wel een van de betere sprinters in de wereld hebben. En die trui, hangt die ergens? Hebben die nog? Die hangt ergens in een fietsenzaak in Brabant. En ik heb er nog één liggen, want jij krijgt elke dag een nieuwe natuurlijk. Eentje. Ik heb een kist, een oude lege kist, daar zitten al die truien die mij heel dierbaar zijn. Maar ik heb ze niet opgehangen thuis, nee. Was dat een zwaar bevochten strijd om die groene trui te pakken? Ja, in 87 waren de punten gelijk verdeeld over alle etappes. Dus kon je dezelfde punten halen. Of het nou bergop was of op een vlakke rit of tijdrit, maakte niet uit. En de nummers 2, 3 en 4 waren in de puntenklassement. Waren de nummers 1, 2 en 3 in het eindklassement. Dus het was zwaar bevochten. De laatste dag moest ik nog... De voorlaatste dag was er een tijdrit waardoor ik hem weer kwijt was geraakt. En de laatste dag moest ik 7 puntjes terugpakken. Dat, op papier lijkt dat heel weinig. En dat moest ook te doen zijn. Alleen het werd wel heel nerveus. Want ik kan me herinneren dat een andere Nederlandse ploeg alles aan gedaan heeft om mij die punten niet te laten pakken. Hey Jean-Paul, we hebben ook na de bezoeken die ik ga doen, ga ik ook een boek schrijven. Ik zou het ook leuk vinden om van iedereen een soort leuk verhaal te hebben om dat daarin te schrijven. Dat... zeg maar nooit boven tafel is gekomen. Kan jij iets vertellen in de Tour waar mensen echt van denken, jeetje, dat nou gebeurd is? Zo, je verrast me wel, zeg. Ja, we kunnen... We kunnen hem even... Ja, maar dan moet je even knippen. Wat zit je aan te denken dan? We knippen toch wel. Oh, ja. Heb je iets waarvan je denkt, wat we toen mee hebben gemaakt? Dat is natuurlijk wel leuk. Die bus toen jij dat spul erin hebt gewerkt, dat doe je. Nee, dat doe ik niet. Ben je aan het filmen nog of niet? Nee. Oh ja, doe maar. Op een ochtend, op Alpe d'Huez hadden we gefinished gehad. De volgende ochtend kwamen we beneden voor het ontbijt. En we kregen helemaal niks te eten. Ze waren laaiend. Het was ook een ravage in die zaal. Dat was niet te geloven. En ik ga niet zeggen welk jaar het was. Maar de ploegleiding en zijn vrienden hadden daar een flink feestje gehouden. En er waren ook een paar biefstukken die te taai waren blijkbaar. Want die hadden ze tegen het plafond aangeplakt. Maar... er moest eerst een afkoopsom komen, dus ik zie die verzorger naar boven gaan. Die ging aan de deur knokken bij de ploegleider. Er moest eerst even 500 gedokt worden en anders werd er niet gegeten. En jullie zaten er al? En wij zaten er al. Ja, dat is toch heerlijk, vergeet je toch nooit meer? Nee, doe ik niet. En dit zal nog het netste verhaal zijn wat je zou kunnen vertellen. Ja, natuurlijk. De rest hou ik lekker in mijn binnenzak. Hey Jean-Paul, ik vraag natuurlijk aan iedereen die wij bezoeken deze 2 dagen van wie denk je die de Tour wint. Maar bij jou wil ik natuurlijk weten, wie gaat er na de Tour de grote sprinter zijn?
Ja, de Bennett gaat zijn eerste Tour rijden. Die is super gemotiveerd natuurlijk. Jaren in de wachtkamer gezeten bij zijn ploeg. Omdat Sagan de grootmeester was. En terecht. Sagan zal natuurlijk meedoen in hele lastige sprints. Waar het vooral bergop aankomt. Of lastig bergop is nou in de finale. En dan heb je natuurlijk Caleb Ewan. Caleb Ewan, vorig jaar 3 keer de hoofdprijs. En die zal altijd weer het wiel zoeken van bijvoorbeeld Bennett om hem daar te kloppen. Maar ik denk dat Sagan ook heel erg gedreven is, omdat hij waarschijnlijk het record wil uitbreiden van zijn groene trui. En laten we eerlijk zijn, na dit jaar is het groen niet meer aan hem besteed, denk ik. Dan komt er een Nederlander naar de Tour toe. Ja, die gaat hem pakken. En die gaat waarschijnlijk die groene trui ook een paar keer mee naar huis nemen. Hey, als je terugkijkt naar al jouw tourdeelnames, hè, misschien de meeste mensen zullen dingen herinneren bij jou van Bouw en Lauw. Dat was natuurlijk een hele, publicitair was dat natuurlijk een soort, iedereen had het daarover. Ja. Maar hoe kijk je zelf terug, wat zijn nou de momenten dat je, dat vind ik toch voor mezelf het mooiste moment of de tour? Het mooiste was eigenlijk Bouw en Lauw en het jaar daarna dat ik zelf 9e werd. Ja. Dus top 10 reden in de tour, dat was mooi. Met Tom dat we in 2017 de tweede plek uit vuur sleepte, dat was tof. In 16 wonnen, of nee, Tom was in 18. In 17 wonnen we toen met Sunweb ook 4 ritten, 2 truien. Ja, eerste jaren met Menchoff was ook heel tof, weet ik nog. Mijn eerste tour was ook 1. Dus eigenlijk alles had wel iets leuks. Ik denk dat 9, de tour in 9, je weet, je leeft ze zo allemaal weer op, dat 9 eigenlijk misschien de minste was voor ons. 9 en 11. Ja. Dat was toen duurde het heel lang met Rabobank voordat we een rit wonnen, hoge verwachtingen. Dat, maar het is toch eigenlijk raar, hè? Want het is, jij praat er nu ook weer gelijk met iets, hè, van passie in je stem van de Tour. Maar je gaat ergens heen waar je 3 weken je helemaal... Kan je zo draaien, je komt eruit, je lijkt... Je gaat naar de kloten, dat weet je sowieso. En toch is het iets magisch, toch? Ja, dat is een beetje... Ik vergelijk het misschien altijd wel... Of ik heb wel eens gelezen of... Met het, je stapt de ring in voor een kampioenschapsgordel zwaargewicht. En je weet dat je gewoon eigenlijk op je bek geslagen gaat worden, maar toch wil je daar zijn en wil je daarin en wil je dat kunnen bereiken. En de Tour is echt zoiets dat eigenlijk iedere renner wil daarbij zijn. Maar begin je dat je nu meer te realiseren, nu dat je gestopt bent en zo, dat je terugkijkt en het is eigenlijk wel heel speciaal geweest? Ja, ik ben er nu trotser op dan toen ik aan het rijden was. Want dan zit je in die flow. Ja. En nu denk je, ik heb toch 10 gereden, alle 10 uitgereden. Ja. Dat had je als kleine jongen niet gedacht en daar mag je best wel trots op zijn. Ja. Hey Laurens, nou zijn we ook op zoek naar een paar verhalen die eigenlijk zeg maar niet op tv niet kunnen. Passen. Die eigenlijk in een boek opgeschreven moeten worden, pas weer over een paar jaar. Maar heb je niet 1 dingetje voor ons dat je in die tour hebt meegemaakt dat je denkt, nou, wat was dat joh, een leuke anekdote. Ik heb net dat verhaal verteld van mijn kamergenoot toch, die midden in de nacht nog op de beurs aan het handelen was, omdat de Amerikaanse beurs had crashed. Dus jij werd wakker? Ik werd wakker, ik ging naar de wc, want dan zit hij daar midden op, zit hij eigenlijk op de wc met zijn laptop en ik zeg, wat ben jij nou aan het doen man? Hij zegt, de beurs is aan het crashen. Ik ben hartstikke veel geld aan het verliezen. Ik moet even wat aannemelozen zeggen. Het ronde boek. Hij zat even naar Nasdaq te kijken. Serieus. Dat was om 3 uur s'nachts ergens. Maar hoeveel verhalen... Ja, ze zijn er al meer. Toch heerlijk, toch? Ja. Laten we even terug naar waar het zeg maar, nu om gaat. Hè. We zijn allemaal gespannen van hoe gaat die Tour eruit zien. Maar we willen het ook gewoon weten. Kenner zoals jij, wie gaat die Tour winnen? Ik zou in eerste instantie gewoon direct Roglic geroepen hebben. Alleen die begint nou weer te mouwen dat hij een beetje geblesseerd is. Nou ken ik het wel als een zeurpiet hoor. Ja. Altijd in het peloton, ik heb zo'n slechte benen en dan rijdt hij er weer af. Doet hij het niet een beetje slim om de druk een beetje af te halen? Ik denk misschien ook wel een beetje, als iedereen gaat roepen. Dus Roglic en dan heb je Bernal, de geëikte namen natuurlijk. En ik hoop dat Tom heel goed gaat rijden. Maar winnen is wel winnen. Hè? Maar het kan wel voor Nederland een fantastische tour worden, toch? Dat we echt meespelen. Ja, zonder dat Stefan niet meedoet. Stefan niet bij Nood Kruiswijk. Maar dat is gewoon. Ja, dat hoort ook een beetje bij het wielrennen. Ik vind het wel heel zuur voor hem, ook voor de ploeg. Het is ook jammer voor Tom, want dat betekent dat hij misschien weer eerder moet gaan werken of zo. Weet je. Ja. Ze zijn toch iets minder sterk. Maar voor Nederland kan het ondanks dat we maar 7 renners aan de start hebben. Hebben we wel iets moois te staan. Hè? Want dat was in de jaren van Kasselaar, Rabobank. Ja, ja. Maar liever een paar renners die echt meedoen. En weet je wie ik ook stiekem heel erg ga blijven? Kees Bol. Ja?
trainingsmaat van me. Ja, dat dacht ik wel. Dus ik hoop dat hij een paar keer kan spelen. Enorme sterke renner natuurlijk. Ja, ook. Sterk. En het leuke is dat hij ook zeg maar, een beetje in de luwte van de grote aandacht naar de Tour kan. Hè? Precies, niemand let op hem. Nee. Maar hij staat, als hij een keer zijn sprint uit de mouw kan schudden, zeg maar. Ja, zou wel heel gaaf zijn. Na een of andere rit, dan zit ik gewoon voor de tv te schreeuwen, zeg maar. Dus nee, ik kijk er echt naar uit. Ja, gewoon 3 weken lekker tv kijken. En, heerlijk, man. Hey, bedankt en veel succes met alles. Oké, dankjewel. We hebben net in hetzelfde team gestaan. Je bent nog wel super in vorm, hè? De conditie is vrij goed en daar was ik wel blij mee, want dit was wel een evenement dat even telt. Ja, wel leuk, hè? Die ontwikkeling ziet dat we misschien wel door corona allemaal wat meer kennis hebben gemaakt met binnenfietsen, het Zwift. Wat vind je er zelf van? Ja, ik vind het eigenlijk fenomenaal hoe ze dat nu ontwikkeld hebben en hoe het ook voelt en hoe echt het is en het enthousiasme van iedereen ook. Het is wel een iets, wat zeker mee gaat tellen de tijd. Hey Maarten, we zijn allemaal blij dat er weer hopelijk een normale Tour komt. Maar jij hebt er 9 keren meegedaan aan dat hele grote circus. Geweldig toch? Besef je nu hoe mooi dat is geweest? Of besefte je dat toen ook al toen je erin zat? Ja, toen ook al wel. Maar nu helemaal. Mijn eerste Tour was eigenlijk gelijk qua emotie en gevoel een van de mooiste ook. Want de eerste keer aan de start staan en ook als je hem uitrijdt, de eerste keer de Champs-Élysées oprijdt, dat is ook fantastisch. En dat het nu weer gaat gebeuren, de Tour is altijd iets speciaals. Bijzonder. Ja, mooi. Gewoon een van de grootste sportevenementen die er zijn. Ik hou 98 even boven in mijn gedachten. Daar word je tweede, achter een hele grote sterke Zweed, Backstep. Neem ons eens mee, wat gebeurde daar die dag? Hoe dicht was je bij die etappe-overwinning? Ja, ik had al een paar jaar de Tour gedaan natuurlijk. En als renner wil je natuurlijk een Tour-etappe winnen. Ik had er een paar keer kort tegenaan gezeten. En ik dacht, deze dag, finale, moet mijn dag gaan worden. En het zag er allemaal goed uit. Een ontsnapping van 25 man. En er werd meer en meer uitgedund. Dus ik was echt wel een van de betere. We bleven met een man of 5 over. Alleen wegrijden lukte niet meer. Dus we gingen de sprint aan met 5 man. En ik word geklopt met een half wiel. Tweede achter Bakstedt. Dus wel balen. Weer geen toeretappe. Dus we hebben wel een goede Tour. Maar dus heel veel emotie. Geen etappe gewonnen. Dus dat is dan toch wel zuur. Nee. Maar het is wel fantastisch, denk ik, om terug te kijken op die periode toch. Met alle afzien, maar ook het mooie en het grootste van het evenement. Als sporter wil je, als wielrenner, topwielrenner, wil je dat gewoon natuurlijk. Je wil de Tour meemaken en het liefst, kijk, afzien is niet zo'n probleem als je maar mee kan doen voor de prijzen. En dat kan niet iedere dag, maar zolang dat gaat, dan is een menselijk lichaam is tot heel veel in staat. Ja. Als je oud-collega's tegenkomt, hè, die komen je nog genoeg tegen. Weet je, is er iets dat het, weet je, als mensen de Tour hebben gereden, dat er iets is van, dat je naar elkaar aankijkt van, wij... Ja, het maakt wel een connectie. Soms hoef je niks te zeggen naar elkaar. En, je weet wat het is, ook als je beelden ziet. Of als er, dat is wel zo, het schept wel een band. Ja, mooi hoor. Nou, leuk. Wil jij nog een beetje uit gaan rijden na dat helse ritje dat we hebben gedaan? Of gaan we lekker een biertje nemen samen? We gaan lekker een biertje nemen. Oké, bedankt hè, Maarten. Jij bedankt. Hoi. Jongen, wat heb ik een mooie roadtrip achter de rug. Zoveel mensen gesproken met passie voor de wielersport. De manier waarop ze de verhalen over de Tour met me hebben gedeeld. Waanzinnig. Nu maar hopen dat we zometeen ook weer een fantastische Tour gaan beleven met z'n allen. Ik heb een paar mooie dagen gehad. Ik ga terug naar mijn meisje. Schijnt ook nog wat met de Tour de France te hebben. Misschien dat ze vanavond nog wel een keer die gele trui aantrekt. Wat is voor jou die magie van de Tour? Je bent... Ja, nee, ik weet dat.
Dat twee maanden papa dicht. Was ook terug. Twee maanden, 6 maanden. Leuk dat u erbij was. Ongevaren. Wil jij kans maken op een gesigneerd wielershirt van mij? Ga dan naar de website en doe mee aan de prijsvraag.